Nog niet zo lang geleden bestond Zeeland uit delen land gescheiden door flinke wateroppervlakte. Wie op reis ging, was heel vaak aangewezen op een veerdienst. Op de verschillende Zeeuwse wateren hebben heel wat schepen veerdiensten onderhouden ten gerieve van die reizende zeeuw. Reizen, op pad zijn, dat doet de mens om verschillende redenen. Het kan om een plezierreis gaan, net zoals hier bij de bejaarden uit Cats aan het eind van de jaren 30. Ze nemen koekjes en broodjes mee. Om in Antwerpen te komen, moeten ze de zandkreek oversteken. Reizen met de boot is onderweg zijn en toch stilstaan. Een moment van rust op reis. Eenmaal aangeland, dan gaat de reis weer verder. Heel veel zeeuwen zijn ons voorgegaan. Het schoolreisje, het personeelsreisje, het clubreisje, het reisje van de vrouwenvereniging, het bejaardenreisje, het reisje van de zondagschool. Met de bus, dan de boot. En weer verder met de bus. Maar ook in gezinsverband is er veel gebruik gemaakt van de veerdienst. Welk kind herinnert zich niet die ene reis met pa en ma? Die dag dat we naar Knokken gingen of naar de vuurtoren van Haamstede. Het was de tijd dat het bijna altijd mooi weer was. Mee met de boot. Even was je zeeman of de vrouw van de kapitein. Of misschien wel zeerover. Op weg voor het enteren van een andere schepen. Je vader nam foto's. Weer een ander filmde alles. Dankzij die fotograferende en filmende vaders kunnen we uitgebreid terugkijken in het verleden van de veerdiensten in Zeeland. Al in de jaren 30 zijn de vaders gaan filmen en legden daarmee het reilen en zeilen van de PSD vast. Niet alleen het varen, maar ook het wachten hebben ze vastgelegd. Het wachten op de boot, wachten op het uitladen of het wachten omdat de boot niet ging vanwege de mist of te zware storm. Ja, het weer heeft de veerdiensten aardig parten gespeeld. Denk maar eens aan de strenge winters. Veerboten vast in het ijs. Noord-Beveland dat in 56 volledig geïsoleerd raakt omdat er geen boten meer varen. Niet alleen het weer speelde de veerdiensten parten. De oorlog ontregelde vooral de diensten op de Westerschelde. Vlak na die oorlog opnieuw rampspoed. Een alles verwoestende storm ontregelt het hele veerwezen. Deze ramp is er de oorzaak van dat de veerboten langzaam aan het verdwijnen gaan uit Zeeland. Op de Westerschelde blijven ze varen. Nog eventjes. En dan is de PSD niet meer. Eind jaren 60 naderen we in de haven van Terneuzen de aanlegplaats van de veerboot Prins Willem I. Deze boot onderhoudt hier het veer tussen Hoedekenskerke en Terneuzen. Op een drijvende ponton staat de scheepsbemanning in afwachting van het vertrek. In blauw overal Joost Dobbelaar, de hulp van de machinist. In lichte broek Gijp, de machinist, in gesprek met kapitein Van Hanegem rechts. Links staat Kees Riemes, matroos. Piet Vaal, ook matroos. Daar komt Wim Leijs, de stuurman. Hij komt zijn voorganger aflossen. Bij de afvaart moeten ze de oprijplanken tussen wal en schip weghalen. Op het ponton Willy van Doren, de zogenaamde agent, hier ter plekke. De Prins Willem I is in 1933 bij de Schelde in Vlissingen gebouwd. Met de boot kunnen er 22 personenauto's mee. Ze varen achteruit de Westerschelde op. Matroos Kees Riemes staat op de uitkijk. Van achter de dam kan er onverwachts een schip komen. Eenmaal buitengaats laten ze het schip rondzwaaien, zoals dat in vaktermen heet. Nog eenmaal een blik op de skyline van Terneuzen en de overtocht kan beginnen. Afhankelijk van het tij zal de overtocht 3 kwartier à 1 uur duren. De Willem II kent een roerig verleden. In het oorlogsgeweld komt het in 1940 bij Breskes tot zinken en in 1943 breekt het tijdens een bombardement op Vlissingen doormidden. Het veerplein in Hoedekeskerke. Ariaan Broeren is hier pontonknecht.
Stien van de Bus, conductrice op de bus van hier naar het station in Goes. Het café in de haven, door Ariaan den Dekker in 1948 hier neergezet. Als de oprijplanken zijn gelegd, kan er gelost worden. Passagiers die de trein willen nemen, stappen hier op de bus die ze naar het station in Goes brengt. Het zal bijna een kwartier voor het hele uur zijn, het tijdstip voor een nieuwe overtocht. Op Cyprus vechten Cyprioten. Ook Zeeuws-Vlamingen zijn geen idioten. In Algerije heerst terreur. Wee Holland, stel ons niet teleur. Geef ons een tunnel of een brug, of onze vrije veren terug. De tekst van een Zeeuws spandoek in 1958 op het Binnenhof in Den Haag. Dat Binnenhof is dan volledig gevuld met heel boze Zeeuwen. Minister Algera wil de veertarieven verhogen. En dat is voor vele Zeeuwen de bekende druppel. Koningin Wilhelmina had in 1945 beloofd dat de veren vrij zouden zijn voor de Zeeuwen. Maar in 1948 moeten ze ondanks die toezegging toch gaan betalen. 10 jaar later zouden ze nog meer moeten gaan betalen. Honoré Colson leidt de actie. Ik zei van minister Algera, dat is voor mij de grootste front geweest die ik ooit in mijn leven gehad heb. Ik heb nog nooit met politie in handen geraken geweest. En daar werd ik van de politie buiten gezet. Zonder dat ik minister Algera een hand heb mogen geven. Maar ja, dat is zo gekomen. Ik was misschien wat scherp, maar ik heb toen tegen minister Algera gezegd. U wil ons niet helpen voor niets. Maar de kamers zullen het uitmaken. En dan de kamers uitgemaakt en excellentie, daar zult u moeten verdwijnen. En dan ging het balken en ik weer van de politie buiten gezet. Ik heb ze in Vlaanderen zo lief. Ik heb al zoveel meegemaakt. En ik heb al zoveel gedaan voor mijn dorp. Dat ik eigenlijk dat dus niet kan laten. Zo verklaart Honoré zijn gedrevenheid in een interview voor de televisie. In Achter het Nieuws in augustus 1971 krijgt hij opnieuw het woord. De VARA brengt hem zo voor het voetlicht. Dit is Honoré Colson, veehandelaar in Sluiskil. Oud gemeenteraadslid van Terneuzen, ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 85 jaar, een veldheer in rusten. Op 13 juni 1958 leidde hij de legendarische tocht van duizenden Zeeuws-Vlamingen naar het Binnenhof in Den Haag. 13 jaar geleden, ze praten er nog over in Zeeuws-Vlaanderen, actie voor vrije veren. Colson verzette zich niet zozeer tegen de verhoging van de tarieven. Nee, hij vocht voor vrije veren. Want voor de Zeeuws-Vlamingen was het veren verlengstuk van de weg. En ze betaalden al wegenbelasting genoeg. 1971, opnieuw acties. Wat verwacht Honoré? Verwachten? Ik verwacht veel van die actie. Ik denk dat ze in de nacht weer op de knieën zullen gaan. Want die actie komt van Zeeuws-Vlaanderen. Maar Den Haag ging niet op de knieën, ondanks bezetting van het veerplein en daarna een massale optocht naar Den Haag. Als meneer Van Essen op het strand bij Rittem deze Walcherse jeugd filmt, is het halverwege de jaren 30. Op de achtergrond nadert vanuit Breskens een veerboot. Waarschijnlijk de prins Hendrik, een van de eerste zogenaamde kopladers. Tot 1928 kennen ze hier alleen maar veerboten die via de zijkant geladen worden, zijladers. Op het veerplein in Vlissingen bij het kantoor van de PSD loopt burgemeester Van der Poes Clement uit Nissen. Hij wil in de jaren 30 ook met de boot mee naar Breskens. Er komen nog meer reislustigen. Als ze de tramlijn zijn overgestoken en hun fiets bij het station hebben gestald, lopen ze de oprit naar de boot op. De familie Hakau uit Vlissingen hebben besloten om met de kinderen een dagje knokken te gaan doen. Als ze op de boot zijn, zien ze de Julianen de haven binnenkomen.
Kijken ze naar de andere kant, dan zien ze de veerboot naar Engeland liggen, die met die twee schoorstenen. Op de voorgrond het drijvende ponton waar vandaan tot 28 de zeiladers vertrokken. Er ligt nog een van die oude boten. Het is of de Luctor et Emergo of de Zeeuws-Vlaanderen. Op de boot Wilhelmina is het goed toeven, zo aan het eind van de jaren 30. Met mooi weer is er buiten plaats genoeg op ruime banken. Soms zorgt de muzikant voor vertier aan boord. Op de achtergrond het vooroorlogse eiland. We zien de huizen aan de toenmalige Kanaalstraat. Veel reizigers beginnen zich naar de uitgang te begeven. Breskens zal in zicht zijn. De nieuwe en rechts de oude aanlegplaats in Breskens. Vanaf de oude aanlegplaats zien we de Wilhelmina naderen. Bij het verlaten van de boot leveren de passagiers ter controle hun bootkaartje in. Veel mensen stappen nu op de tram die vanaf hier naar het Belgische Maldegem rijdt. Eind jaren 30 treffen we het kinderrijke gezin Blommaert uit Hulst op de Strekdam bij Walsoorde. Het is zomer en ze vangen krabben en mosselen die ze daar ter plekke zullen nuttigen. Dat kan dan nog, het water is schoon en geen industrie aan de oevers van de Westerschelde. Op die plek vangen we zeldzame glimpen op van de veerboot die dan vaart tussen Walsoorde en Hansweert. Het is de Prins Hendrik. In 1943 wordt het traject van deze veerdienst verlegd naar Kruiningen-Perkpolder. 10 jaar later wordt deze verbinding zwaar getroffen door de watersnoodramp. Als prins Bernhard over het rampgebied vliegt, kan hij zien hoe Kruiningen vrijwel geheel blank staat. In de veerhaven is een gat geslagen en heeft het water er op een verschrikkelijke manier huis gehouden. De veerboot, de Willemsdorp, is door de golven op een akker net buiten het dorp terechtgekomen. Beelden van de veerdienst tussen Kruiningen en Perkpolder uit betere tijden. Kapper Kruisifix uit Axel gaat in 1949 met zijn gezin een dagje naar de overkant. Zijn vrouw en kinderen genieten onderweg aan boord van, wellicht het Dordrecht, van het uitzicht. Voordat ze de boot opgingen, hebben ze op het veerplein van Perkpolder in het zonnetje de komst van de boot afgewacht. We zullen er ook vrachtverkeer aantreffen. De chauffeurs kiezen, ook al in die tijd, eerder voor Perkpolder dan voor Breskens. Want met dit veer heb je snellere aansluiting met de rest van Nederland. ...1957, Perkpolder. Gewoontegetrouw organiseren ze in Zeeuws-Vlaanderen de wielerronde van Hengsdijk. De Tour de France is net achter de rug, het zal juni zijn. Vele sportliefhebbers zijn in Kruiningen de boot opgestapt. Wellicht een goed verdienende wielrenner. Kees Pellenaars met zijn ploeg maakt die dag ook gebruik van de veerdienst. Wim van Est is ook van de partij. Hij maakt in die tijd naam als de man met het horloge. Hoewel zijn hart stil stond na een val in een ravijn, bleef zijn horloge tikken. Kapitein Potters van de PSD. Een reportagewagen van de Hilversumse radio. De familie Pellenaars. Piet van Goetem en Fons Hermans, die hun wielerhelden verwelkomen. Zo zullen allerlei Nederlanders, anoniem en beroemd, tot een lengte van jaren gebruik maken van deze veerdienst. In 1933 leverde de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen dit schip af aan de provinciale stoombootdiensten in Zeeland. Wij zien hier opnamen die van de Emma gemaakt zijn in het najaar van 1965. De boot is onderweg
van Cats op Noord-Beveland naar Zierikzee op Schouwen. De duur van de overtocht varieert van 45 tot 55 minuten, afhankelijk van het tij. Het Vierplein in Cats. De Emma is een zogenaamde dwarslader. Met deze boot kunnen er zo'n 22 personenauto's mee. Dat hangt af van het vakmanschap van de matrozen. Hoe nauwkeuriger zij de auto's wegzetten, zoals hier Fiel Blommaert, des te meer auto's kunnen er mee. Menig onervaren chauffeur heeft hier zitten zweten. Even kijken of er nog iemand mee wilt, want dan wachten we gewoon. Zo gaat het in die tijd. Iedereen aan boord, vertrekken maar. Deze film is opgenomen in 1965. Op 15 december van dat jaar zal de Zeelandbrug in gebruik worden genomen en zal dit veer overbodig zijn en worden opgeheven. De Emma is hetzelfde type schip als de Willem I en de Oosterschelde. Alle drie in 1933 bij de Schelde in Vlissingen gebouwd. Bij vertrek en aankomst trekken de matrozen de oprijplanken tussen ponton en schip. Via het ponton gaan de auto's de oprit op. Iedereen levert bij vertrek het kaartje ter controle in. Als er veel auto's meegaan, moeten de passagiers eerst uitstappen. De auto's worden zo dicht op elkaar gezet dat de portiers maar aan één kant open kunnen. Grote vrachtauto's kan de boot niet aan. Die moeten Schouwen zien te bereiken via het veer Zijpe-Anna-Jacobapolder, dat de verbinding met Noord-Brabant onderhoudt. Op de boot koop je je kaartje. Een chauffeur met auto betaalt in 1965 1,70 gulden per overtocht. Zo, nu is het tijd voor een kop koffie of een kop erwtensoep. Erwtensoep van hofmeester Roktes.